Maar op het moment dat ik ging staan, zie ik dat het, dat het vuur zich ontzettend snel begint te verspreiden. Ja, je ziet het gebeuren. En het enige wat je denkt is, ja, oké, okay, dit, uh, dit is het dan? Ja, je bent in shock. Zo simpel is het eigenlijk. Bij de verbandwissels, dat was pijnlijk. Je bent eigenlijk één grote open wond, dan gaat het namelijk jeuken. Dat is nog erger dan pijn. Daar zijn helemaal geen pilletjes voor. Niet hypocriet gaan lopen doen. Als ik iemand zie die er anders uitziet als een ander, dan heb ik ook de neiging om ernaar te kijken. Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held en eigen verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2000 woedde een korte maar hevige brand in barde Hemel aan de Vodenamse dijk. Veertien jongeren kwamen om het leven en tientallen jongeren zijn door ernstige brandwonden voor het leven getekend. Lou zit op het lijstje van gewonden van wie wordt verwacht dat ze het niet zullen overleven. Maar in Brussel gebeurt er een wonder. Doorstaat hij de kritieke fase, ontwaakt uit coma en als een herboren positivo stelt hij zich open voor het nieuwe leven met een nieuw uiterlijk. Dit resulteert onder andere in het beklimmen van de Mont Blanc en Kilimanjaro. Uitdagingen die voor iedereen natuurlijk sowieso ontzettend zwaar zijn, maar voor brandhondpatiënten nog eens extra zwaar zijn, gezien de beperkte longinhoud en op grote gedeeltes van zijn lichaam getransplanteerde huid. Ik ben onwijs blij dat je er bent. Uh, welkom! Dankjewel, dankjewel. Ik vind het ook ontzettend leuk dat ik hier uh, aan mag schrijven. Nou, wederzijds. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Um, als, je, als je puur kijkt naar uh, hoe mijn leven er nu uitziet, uh, is het eigenlijk allemaal vrij uh, ja, gewoontjes. Huisje, ja. woontje, beestje eigenlijk, uh, zou je zeggen. Uh, binnenzitten zitten natuurlijk met kanaal Ja, nu, dat, ja. Is, dat is met name heel erg gewoontjes nu. Uh, ja, te gewoontjes. <laughs> te gewoontjes. Ja. Ik mis wel een beetje de prikkels onderhand. Dat, ja. uh, dat moet ik er wel bij zeggen, ja. ja het uh, begint een beetje ook... saai te worden. Ja, ja. snap ik. Um, we gaan natuurlijk vandaag hebben over um, uh, de brand in Volendam. Uh, van nu twintig jaar geleden. Uh, en ik had het toevallig ook net met Jasper achter de schermen over... dat het best wel bizar is voor onze generatie. Omdat het is zo'n nationaal trauma geweest... Uh, maar onze generatie is er natuurlijk niet bewust bij geweest. Um, kan je kort vertellen wat er zich die avond afspeelde? Ja, twintig uh, jaar terug, dat was oudjaarsavond uh, waar we over spreken. Um, nou, zelf als ik Kijk, naar mijn persoonlijke verhaal, ik was dus net twee weken zestien. Uh, destijds nog een legale uh, leeftijd om, uh, ja. om naar het naar, naar café te mogen. Of naar de discotheek of wat dan ook. Um, en ja, omdat wij eigenlijk nog, nog steeds relatief jong waren, want een gedeelte van mijn ploeg was ook gewoon 15. Um, wisten wij ook nog niet die avond wat wij uh, wilden gaan doen. Uh, op oudjesavond. Ja. En eh, normaal gesproken in Volendam was het eh, met name op die avonden eh, heel gebruikelijk om, om, om vroeg te reserveren. En dan heb ik het echt over weken van tevoren, op een avond als deze eh, om ervoor te zorgen dat je een tafel had en dat je daar met je, met je vrienden of vriendinnen ploeg eh, heen kon. Voor mezelf, eh, ja, omdat wij nog niet zo heel erg doorgewinterde de waren als het waren, eh, dacht ik. Gewoon diezelfde ochtend een belletje te wagen van Joh, is er nog een tafeltje vrij? Weet ik veel, hè. het kan zomaar. Ja. Café de Blokhut uh, zat in de kelder en dat was eigenlijk de locatie waar we zelf naartoe wilden. Uh, dus daar probeerde ik eerst uh, een plaatsje te bemachtigen. Nou was het dus kantloos. Uh, Moet je vol natuurlijk. Bommetje vol, ja. ja, en um, de weerbaar, uh, die was op begaande grond. Maar dat was eigenlijk meer voor de wat voor voor oudere uh, de mensen, zeg maar. Of althans, ouder in, voor, in, voor onze ogen. Dat ja. praat je echt over de uh, leeftijd tussen 20 en 25 20 of zoiets. En Café De Hemel was ook heel erg populair in die tijd. En, um, maar de muziek van de bockhut lag mij dan meer. Maar ik, ik, ik dacht, nou goed, dan als de bockhut niet kan, dan gaan we naar de naar de hemel, uh, naar dat café. En um, zo, zo waar was er een plaatsje vrijgekomen. Diezelfde ochtend nog. En um, ja, een plaatsje voor acht personen. En toevallig was mijn ploeg van die avond ook acht personen groot. Ja, dus het kon eigenlijk haast niet mooier. We hadden een plaatsje en uh, nou, we gingen daar s'avonds uh, vroeg naartoe. Um, we hadden eigenlijk een ontzettend gezellige avond, gewoon een leuke avond. En ik moet zeggen, hoor, ik weet er niet zo heel veel meer van. En dat is niet alleen uh, ja, vanwege de, ja, de gebeurtenis zelf, maar met name ook gewoon dat het inmiddels ook gewoon 20 jaar terug is. Mm -hmm. En uh, nou gezellig gewoon uh, biertjes drinken met de vrienden. En uh, nou, je kwam daar alleen natuurlijk maar bekenden tegen van, uh, vanuit school, vanuit die kenniskring. En uh, om 12 uur. Toen de klok 12 sloeg... iedereen gelukkig een jaar wensen. Ik um, ben zelf nog eventjes uh, buiten bezig kijken naar het vuurwerk. En uh, ging daarna vrij snel weer naar binnen... want het was ontzettend koud die avond. Het sneeuwde ook. Ja, het sneeuwde ook. Absoluut. Dus het was uh, nou ja, bijna vergelijkbaar... als de periode waar we nu in zitten. Half ja. februari. Um, en ik ging snel weer naar mijn plek. En mijn plek zat uh, achterin in dat café. En uh, je moet je voorstellen... voor twaalf was het, waren de plaatsjes wel redelijk gevuld... Maar dat was het dan ook. Maar na twaalf begon het echt vol te lopen. En um, binnen no time zat de bar echt helemaal stampvol. En um, met, die, uh, de, met, met mensen die allemaal binnenkwamen, kwamen er ook wat, uh, wat lichtvuurwerk naar binnen. Wat, uh, wat sterretjes. Normaal gesproken werd het eigenlijk allemaal tegengehouden. Maar omdat er zoveel mensen waren, is dat waarschijnlijk ja, in, in de vaart de mensen uh, niet gezien. En de sterretjes werden uitgedeeld bij de mensen rondom de, die rondom de bar zaten. Um, wat je moet voorstellen, um, want voor de wat oudere mensen, die, die zullen ongetwijfeld het verhaal kennen, maar uh, de jongeren onder ons die het niet weten, um, de situatie was zo dat de, het plafond van de bar was eigenlijk compleet bedekt met, uh, met kersttakken. Echt, en dan ben je echt helemaal van voor naar achter. En het was, ja, als je er eenmaal in zat, was het een ontzettend gezellige sfeer. Hè? Het was gewoon echt een soort van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort kerstbraderie-achtig iets waar je, waar je in zat. Ontzettend leuk. Maar ja, met als gevolg, het waren echte takken en die hingen al een paar weken. Ja, die waren keurig droog uiteindelijk geworden na, na die weken. En toen die sterretjes aangestoken werden, gaf dat ook een ontzettend leuk effect. Maar uh, ergens werden er uh, op het punt van de bar werden een, werd, werd er een bundeltje van die sterretjes uh, samengebracht. En dat veroorzaakte een steekvlam. En die steekvlam die kwam dus in contact met, met de takken... En die takken die zaten echt heel. Uh, het plafond was niet zo heel hoog. Dus als je je hand omhoog hield als je op de kruk zat. Ja, dan zat je eigenlijk al in die takken. En, um, nou, dus die takken vatten vlam. In één keer of ging je dat geleidelijk? Nou, dat ging vrij snel. Weet je, doordat die, die sterretjes een steekvlam gaven. Um, merkte je gelijk dat die takken dat oppakten. En dan, toen vers, het verspreidde zich. Uh, in eerste instantie zie je het, het gebeuren. En ik zat daar een meter of, nou, wat zal het zijn, vijf, zes vanaf. En ik zat eigenlijk weer op een krukje aan mijn tafeltje, gezellig te praten. En ik zie het gebeuren in mijn ooghoek. En had nog niet gelijk het besef van wat dat nou uh, ja, de ernst van de situatie Dus ik dacht: Weet je wat? Ik ga eventjes staan. Ik ga uh, richting de uitgang. Ik ga even naar een van die andere barren toe, even kijken of daar iemand is. Want ik hoef hier niet zo nodig bij te zijn. Nee. En, uh, op een, maar op het moment dat ik ging staan, en dan praat ik echt over een split second. Hè, uh, zie ik dat het, dat het vuur zich ontzettend snel begint te verspreiden. Ja, en dan staat de paniek toe. Dus je wilt heel snel naar die uitgang toe. Maar dat kon niet, want het stond helemaal bomvol met mensen. Er waren iets van, van 330 mensen in het café aanwezig. Nou, en ik ben er pas geleden geweest, voor het eerst eigenlijk. En toen pas besefte ik me van: joh, wat moet dat hier echt zo verschrikkelijk vol? Dus ja, vluchten was eigenlijk. Kon eigenlijk niet. Had het menigte op dat moment ook al door dat er een brand was? Ja, uiteindelijk merk je wel dat er paniek is. En, en uh, ja, de, misschien de mensen die met de rug toe zaten, die beseffen dat natuurlijk eerst ook niet. Maar uh, voor een groot gedeelte ook weer wel. Uh, dus ja, wat, van wat ik weet is dat je inderdaad eerst die paniek merkt. Uh, maar dat vuur dat ging zo snel. En uh, ja, ik stond eigenlijk op een meter van mijn kruk af of wat dan ook. En ja, je ziet het gebeuren. En het enige wat je denkt is, ja oké, okay, dit, uh, dit is het dan. Weet je, er is uh, uiteindelijk toen ik echt merkte dat dat vuur gewoon de hele bar begon te vullen, vanaf, vanaf het plafond, had ik echt het idee van, nou dit, uh, dit is het, dit, uh, hier eindigt het. Was dat echt gelijk de gedachte die je... Op... Ja, omdat je, omdat je, ja je kon geen kant heen. En als je ziet dat het, dat het vuur zich zo snel begint te verspreiden, dan, dan, dan uiteindelijk uh, toen, ik, toen ik wegliep, toen, toen, toen viel ik. En dat was niet omdat ik struikelde. Maar gewoon echt omdat uiteindelijk ook gewoon mijn pitje uitging. Het zuurstof was op daar. Ja. Dus met mij viel eigenlijk iedereen daar ook op een gegeven moment weg. Van wat ik er achteraf van gehoord heb. Was je er ook bewust nog mee bezig? Van ik, ik moet zorgen dat ik. Uh, nou, op, 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 mijn moment dat ik, op het moment dat ik dus, dus dat het neerging. Um, had ik zoiets van: nou, oké, okay, dit is het. En hoe gek het ook klinkt, zo is het goed. Ja. Weet je, aan de ene kant. Uh, ...gaat er iets door je hoofd van, jeetje, net 16, ik moet toch zoveel doen, weet je wel. En aan de andere kant ja, gaat het zo geleidelijk aan, gaat het pitje bij je uit dat je, dat je, dat je er ook weer... ...een soort van vrede mee hebt of dus zo. Van, voor mij idee, het feit dat ik daar die avond zou gaan en met mij waarschijnlijk de rest van de tent. Um, en eigenlijk vrij snel daarna uh, wordt van buitenaf het raam ingeslagen. En dat was eigenlijk precies op het juiste moment, want gebeurde dat eerder. Dan had waarschijnlijk het vuur uh, ja, zuurstof meer zuurstof gekregen, gekregen waardoor het, waardoor groter, het zou... groter zou ja. worden. Maar op dit moment, omdat er zo weinig zuurstof was, was het vuur ook weer uit. Ja. Dus um, wat op dat moment restte, was eigenlijk dat het vol met rook zat. En het was donker, pikdonker. Dus op het moment dat ik bij kwam, dacht ik: oké, okay, ik ben er. En nu ga ik alsnog in de richting die uitgang. Dus ik stond op. En ik ga voor mijn gevoel richting de uitgang. En dat is dan, in een situatie heb ik ook achteraf gelezen, is het vaak de deur waar je naar binnen toe bent gekomen. Daar ben je ook uiteindelijk weer uit vandaan. Dat is een soort van, van natuurlijke reactie schijnbaar. Um, waar je natuurlijk ook zou kunnen gaan kiezen voor een nooduitgang. Um, dat was die avond niet helemaal, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, goed aangegeven. En het verrangen is dat ik uiteindelijk uh, een deur heb gevonden waarvan ik eigenlijk dacht dat dat de uitgang was. En dat was een, een, een deur naar een drankopslagplek. En via die drankopslagplek kon ik via de achterkant van het pand uh, naar buiten komen. En het, het, het gekke eigenlijk van die hele situatie is, en dat, dat, dit zijn allemaal dingen die ik ook vertel als ik, als ik er een lezing over geef, is dat ik uh, letterlijk op het moment dat ik uh, op een kruk zat nog, zeg maar, had ik mijn hand maar hoeven uitsteken en zat ik bij die deur. Niet wetende dat dat een noodgang was. Nee, dus dat, dat kon je gewoon niet weten. Dat kon je niet weten. Nee. Aan de andere kant, wat ik net al zei, was het misschien ook wel uh, niet goed geweest als ik die deur eerder had opengehaald. Nee, want dan was de brand natuurlijk doorgegaan. Precies. Ja. Dus ik kom daar uh, aan de achterkant van het pand terecht. En zoals ik al zei, het was op één hoog, dus ik kwam op een soort van plat dak terecht. Uh, wat ik nog weet is dat er daar nog een paar andere jongeren waren op dat moment. Ja, huilen, paniek. Hoe kijk, hoe kijk je met elkaar? Is er een soort van stilte of is er angst? Ja, nou ja zelf weet ik daar eigenlijk heel weinig meer van, want ik was zelf best wel, uh, ja, je bent in shock. Zo ja. simpel is het eigenlijk. En, um, en dat uit te zeggen ook in de, de wijze waarop ik heel rationeel kon denken op dat moment. Ja. Want ik ben gewoon gaan zitten uh, op, dat, op dat dak. En gedacht, nou oké, okay, dan komt straks de brandweer en die zet waarschijnlijk straks een ladder hier er ik aan het aan. En dan klim ik daar naar beneden. Ja. En ik was heel rustig, was niet aan het huilen. Ja, dat, heel, uh, dat is dus inderdaad ook een shock. Ja, dat is een ja. volledig een shock. En... Had je pijn op dat moment? Nee. nee oké. Okay. Nee, 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 dat nee. is natuurlijk de adrenaline. De... Dat zijn derde of vierde graads brandwonden. Ja. Dat voel je niet. Nee. En uiteindelijk uh, gebeurde het ook, dus dat de brandweer kwam. Die zetten inderdaad ook al ladder tegen de achterkant van het pand aan. En daar ben ik zelf ook gewoon vanaf geklommen. Nou, op het moment dat dat uh, zo ver was, uh, dan kom je dus onder dijkhoogte terecht. Dus, uh, dus, dus, dan sta je eigenlijk gewoon tussen de huizen en uh, bij, bij een winkel. Uh, daar stond de brandweer al opgesteld. Dan werden we eigenlijk nat gespoten? Wat eigenlijk achteraf, ja, weet je, er stond niemand in brand. Maar goed. Uh, en van daaruit werden we uh, door omstanders uh, geholpen naar een van de cafés die daar in de buurt waren. Om, uh, om, om ja, eerst de hulp uh, aangeboden te krijgen, want ja, er stond nog geen tent op dat moment. Dat kwam later ja. uh, en er waren heel veel jongeren op dat moment die dus hulp nodig hadden. Dus, dus overal uh, bij mensen thuis, bij cafés in de iedereen buurt. Iedereen ving elkaar op? Iedereen ving elkaar op. Was je op dat moment met, je, was met vrienden in het café? Ja. Um, was je op dat moment nog met hun in contact of was dat pas buiten? Nee, nee, totaal niet. Totaal niet. Je moet je, je voorstellen, uh, dat kun je je nu juist niet meer voorstellen, maar de, de mobieltjes waren eigenlijk net in. En uh, die waren in zoverre net in dat ook nog niet, uh, zoals het nu eigenlijk wel overal mijn mobieltje mee naartoe heb. Ja, toen heb ik die avond zelfs uh, mijn mobieltje thuis gelaten. Want ja, er was eigenlijk ook geen... Uh, ja, Je kon, uh, kon sms'en uh, met, met zes berichtjes in je inbox in die tijd. En uh, ja. ja, bellen maar ja, niet, bij ons waren er meerdere. Weet je, er was eigenlijk haast geen reden om die telefoon in je zak te hebben op, op zo'n avond. Dus weet je had op dat moment ik, nog totaal geen idee hoe het met je vrienden. En, nee, en, maar en, dan was ik ook eigenlijk totaal niet... Mijn, voor mijn gedachten mee bezig, iedereen was een was een beetje uh, uh, iedereen die gewond was, zichzelf aan het redden. Ja. En um, ik, ik, werd, ik werd opgevangen door iemand, werd naar na een café gebracht die daar uh, ook op de dijk zat. Zit en uh, ja, daar werd ik eigenlijk door iemand van de EHBO uh, ja, nat gehouden. Uh, werd ik met uh, erop me ingepraat, zeg maar, zodat ik wel bij zou blijven. Realiseerde je op dat moment ook al wat er gaande, wat er was gebeurd? Uh, ja, ja. Ja, je merkt dat het heftig is. En, en ik stond er wel van te kijken dat, dat ik dacht van... Uh, dat, dat er best wel veel mensen waren die inderdaad ook eruit gekomen waren. Ja. Want op het moment dat ik op dat dak uh, eruit kwam, zeg maar, aan de achterkant, had ik het idee van... Ik denk niet dat er heel veel mensen hieruit gaan, zijn gekomen, zeg maar. Maar aan de andere kant is het ook wel heel raar. Uh, en wat ik zei, ik heb, ik heb eerder wat andere uh, podcasts van je geluisterd. Uh, verhalen zoals die van... Uh, van Ferry, die in Bataclan was, uh, Hetzelfde verhaal met dat je eruit komt, ben je niet echt mee bezig met ja, ben je meer bezig met zelf eruit komen ja, en, en, en en gewoon oerinstinct. Je ja, moet gewoon jezelf redden, precies. Hoe, hoe gek dat ook klinkt, ja, um. ja, En um, ja, dus, dus ik, ik werd nat gehouden en ik heb ook echt geen idee meer hoe de rest van het café uh, op dat moment eruit zag qua uh, verzorging. Want er waren heel veel slachtoffers daar. Er waren ook heel veel slachtoffers in alle andere cafés en andere huizen en um, ik was eigenlijk heel rustig en heel ja, uh, timide eigenlijk op een of andere manier. He, gewoon zitten uh, en wachten tot er een ambulance zou komen die me weg zou kunnen brengen. Maar ja, als je 330 man uh, hebt die, die hulp nodig hebben, uh, dan, dan, is dat, dan kan dat nog wel eens moeilijk zijn. En uh, het gekke is, als je derde of vierde graad brandwonden hebt, dus als je zeg maar in het ergste spectrum van, van brandwonden zit, dan voel je die pijn niet meer, waardoor je niet schreeuwt, waardoor je niet uh, merkt dat je pijn hebt. Is dat omdat je zenuwen dan ook verbrand ja. zijn? Ja. Okay. En dat is uiteindelijk ook um, gebeurd, dat, dat, um, dat, dat merk ik ook in de verhalen die ik dan weer de afgelopen maanden heb gehoord rondom het twintigjarige gebeuren, rondom de ramp, dat er veel mensen zeiden van, joh, ja, degene die het hardst schreeuwde, die, die werden eigenlijk al vrij snel uh, geholpen vaak. En Uiteindelijk ben ik zelf naar het ziekenhuis gebracht in een bouwbusje van iemand. Bizar. Ja, en, en samen met mij nog, nog drie anderen die naast mij op het bankje zaten. Wachten was niet op een ambulance op dat moment. Er waren gewoon te weinig, er was te weinig ambulances beschikbaar. Er waren te weinig uh, uitvalsmogelijkheden. En, en uiteindelijk zijn er mensen gewoon geweest die zeggen van... ...joh, we brengen er nu gewoon een paar weg. En, en we kijken wel waar we terechtkomen. Ja. Oh, heel goed. Ja, nou, en we zijn dus um, uiteindelijk vanuit Volendam zijn we uh, richting het... Uh, richting het is uh, onze lieve vrouw ziekenhuis in Amsterdam gegaan waar ja. uh, in eerste instantie plaatsvrij zou zijn, maar dat was later achteraf toch niet het geval, dus toen zijn we doorgereden. Om de, toen gingen ze door naar het, uh, naar het AMC. Met hoeveel mensen zat je in het busje? Uh, vier slachtoffers. Vier slachtoffers. Okay. Ja. Um, ook mensen die je kende? Ja, ook mensen die je kende, maar ook weer heel met jezelf bezig, weet ja. je, op een of andere manier. Dus dat is dan ook wel weer en geen, uh, dus dat dat. Dus dat staat me dan nog wel bij, op een of andere manier. Iedereen is zelf in zijn eigen wereldje op dat moment. Ja. En vanuit de AFC werd uh, eerst gezegd dat dat plaats zou zijn. En onderweg werd gezegd dat dat ook weer vol zat. Want ja, alles begon natuurlijk vol te lopen in de buurt. Dus uiteindelijk ben ik in het vuur gekomen in Amsterdam. En van daaruit uh, ben ik zelf nog het busje uitgegaan. Ik heb me, mijn eigen naam nog genoemd bij de balie. Adres, telefoonnummer van mijn ouders. Redelijk helder dus nog? Ja. Ja, qua praktische zaken wel. En, en dat is eigenlijk het laatste dat ik me nog kan herinneren. En dan, dan, dan komt er een brandkaart, wordt je neergelegd en, en wordt je eigenlijk platgespoten. En dat is eigenlijk het laatste wat ik weet van die avond. En platgespoten, omdat? Omdat uh, dat bij brandwonden, uh, ik weet het, zullen met meerdere uh, gevallen zijn, maar in het geval van brandwonden uh, moet er zoveel uh, operaties volgen en dergelijke dingen, dat er eigenlijk mensen continu gewoon in die kunstmatige coma worden gehouden. Dus en mijn ouders die kwamen daar een half uur later aan. Ja. Want die wisten wel dat ik daarnaar onderweg was. Maar die hebben mij dus zelf die avond niet gezien. Omdat het een grote chaos was. En uh, toen ze daar aankwamen, uh, hebben ze mij verteld, herkenden ze mij al niet meer. Hadden totaal geen idee meer dat ik het was. Ze konden het zien aan mijn me, aan me, aan me horloge en aan mijn ketting die ik die avond om had. Dat, dat ik dat was. En uh, nou, dat zijn de momenten waar ik dus helemaal al geweten van, 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 van had. Um, op zo'n moment dan krijg je... Uh, ik ben zelf ben ik voor, voor 67% verbrand. En uh, op zo'n moment dan wordt er vocht toegediend, eigenlijk van binnenuit. Dus, dus eigenlijk klinkt gek, maar de brand wordt eigenlijk van binnenuit nog geblust. Want de brandwonden die, 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 die zijn nog niet gelijk. Het is nog niet gelijk klaar. Het brandt eigenlijk nog steeds door. Ja, dus we moeten dat ook redelijk acuut doen. Ja, precies. Dus, dus je moet je ook eigenlijk uh, voorstellen, dan lig je daar eigenlijk op een bed en er wordt constant vocht toegediend van binnenuit. En, en je hele lijf zit op. Dus ja, je bent eigenlijk totaal al niet meer herkenbaar. Nee. En goed, en je ligt daar in een ziekenhuis dat niet gespecialiseerd is in brandwonden. Maar Beverwijk lag vol. Rotterdam lag vol, uh, Groningen lag vol. Dus dus de, de ziekenhuizen die meer gespecialiseerd waren. Uh, in, in, in Brandwonden die zaten eigenlijk ook al vol, want er waren zoveel getroffen in de avond. En dan komt het moment dat er uh, mensen ook naar het buitenland moeten worden gebracht. Uh, nou, dat zijn dus dingen waar ik allemaal niets nogmaals van meegekregen heb. Wat je allemaal achteraf pas hebt ge gehoord. Ja, precies. Dus ik ben naar, uh, naar neder overheen gebracht op 2 januari. Ja. Uh, dat ligt onder de rook van, uh, van Brussel. Ik ben daar uh, per ambulance heen gebracht. In eerste instantie zou ik met de helikopter vervoerd worden samen met nog een andere uh, volgende nummer die ook bij mij in het ziekenhuis uh, lag. En uh, op het moment dat we de helikopter in zouden gaan, werd toch besloten om ons per ambulance te vervoeren. Want de helikopter dat zou te gevoelig zijn voor ons. Dat zouden we wellicht niet overleven. Qua luchtdruk. Ja, en, en qua, qua uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, schommelen van de helikopter of dat, dat soort zaken. Ja. Dus, uh, dus we werden eigenlijk per ambulance zijn we in uh, vanaf Amsterdam naar, uh, naar Brussel in 1 uur en twintig minuten gereden of zoiets. Ja. Dat is ontzettend snel. Ja. Onder politiebegeleiding. Uh, nogmaals iets waar ik helemaal totaal zelf... Uh, moet allemaal maar uitgaan van de verhalen die ik daarover heb gehoord. Op dat moment werd je dus nog steeds kunstmatig ja. Uh, ja. in... Is dan coma het goede woord? Een kunstmatige coma ja. is het goede woord, ja. Oké, okay, dus je was echt volledig uh, ja. continu ja. dat je daarin gehouden. Precies, ja. en um, ik kwam in, uh, in Brussel aan en daar ben ik, uh, in totaal heb ik daar drie maanden geleden. Uh, ja, je ligt gewoon kritiek, je ligt op de intensive care. En um, ja, dan, wordt dus, uh, dan worden je ouders en, en je familieleden, mijn zussen uh, en alle anderen worden dus op de hoogte gebracht van, joh, nou dit gaat er gebeuren vandaag, uh, dit gaan we doen. Uh, en, en zij leggen telkens uit hoe de situatie is, maar kunnen daarin geen garanties geven van... Uh, ja, als mijn ouders vroegen van komt dat goed, ja, dan zeiden ze ja, we weten het niet. Nee. En uh, ja, dat klinkt heel gek om dat over jezelf te horen. Omdat ik daar zelf natuurlijk nooit iets van meegekregen heb. Nee, en ook ontzettend moeilijk voor je ouders die een ja. 16-jarige zoon ja. op de IC zien liggen. Ja, dat is lijkt me een, een heel bizar gevoel. En ik moet zeggen, nu ik zelf een zoontje heb van drie, uh, kon ik, bij zijn geboorte, kon ik eigenlijk direct al voelen van hé, hey, wacht ja. even, dus. Zo voelt dat om, Zo voelt om bezorgd dat ongeveer. te zijn. Ja, ja precies. Ja. Ik denk dat je dat gevoel ook nog een beetje kwijtraakt. Nee. En um, ja, zelf kwam ik half februari bij en, en wist op dat moment eigenlijk haast niet meer wat er precies gebeurd was. Hoe is dat om dan... Ja, heel gek, want je, je bent echt nog volledig uh, uh, onder invloed van alle medicijnen die je op dat moment ook toegediend krijgt. Ja. Nou, ik lag van top tot teen in verband. Dus ja, dat was totaal geen beweging in te krijgen. En je ligt gewoon als een grote mummie eigenlijk in zo'n bed. Werd je ook wakker en zag je dat gelijk? Nee, ja, ja want je ligt... Ik lag gewoon... Ik kon mezelf niet bewegen ook. En, 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 dus dan sta je eigenlijk naar het plafond. En je kunt, eigenlijk, je kunt jezelf ook niet zien. En op de intensive care... Uh, althans, daar was het, het geval dat je dan een half uurtje bezoek kon krijgen. En dat was dan één iemand die dan helemaal ingepakt in een maanpak uh, bij je stond. Nou, dan kwam bijvoorbeeld mijn moeder. Dan, dan zei ze van... Uh, ja, je bent in Brussel en uh, wij zijn hier nu ook, weet je wel, wij slapen hier nu ook. Want uh, voor een zij hebben besloten toen ik bijkwam dat zij in die periode uh, daar ook uh, een hotel zouden pakken om zo dicht mogelijk bij mij te zijn. Lief. En uh, ja, als je, als je dat dan hoort, dan denk je: oké, okay, ik ben in Brussel en mijn ouders wonen hier nu. Wat, wat is er gebeurd? Weet ja, je wel, uh, what the fuck? zijn we verhuisd naar Brussel? Hoe gaat dat? Weet je? Uh, hoe? Ja. Kon je, wat, je toen wat, nog wel herinneren wat er was nee, gebeurd? Nee, want niets. dat is dus de hele gekke. je, je weet dus helemaal niets. Dus. Je wordt wakker, je hebt gewoon nee. totaal geen idee. Precies, en, en, en een van de eerste herinneringen die ik dus heb, was toen ik aan mijn moeder vroeg van, wat is er nou precies gebeurd? En toen ze zei, Joh, dat, dat heb ik je gisteren en eergisteren ook verteld, ja. maar dat is dus elke keer vergeet je dat dus, omdat je dus zo erg onder de invloed bent ja. van, van alle medicatie. <laughs> en uh, na toen ze dat vertelde, ja dan dan, dan, dan daalt dat natuurlijk rustig aan in, maar, ook weer heel surrealistisch, omdat je zo ja, je bent eigenlijk een hele dag stoont. Zo moet je het eigenlijk Ja, kan en zien, heel he? onwerkelijk. Ik bedoel, iemand vertelt jou wat er is gebeurd en, ja, is, en je hebt er zelf natuurlijk geen bewust beeld van. Ja, precies. Dus, dus en dan denk je eerst van, joh, wat zal mijn haar dan lang zijn, of, of dat soort hele gekke dingen waar je dan aan denkt, ja. weet je wel. Wat achteraf, dus helemaal niet meer het geval was, nee. haar, überhaupt. Wat dacht jij op het moment dat, je, dat jij naar je lichaam keek en het volledig uh, in verband zag? Ja, dan heb je eigenlijk nog, nog steeds geen, geen besef van, van hoe of wat. En het duurt heel uh, het gaat heel geleidelijk aan. Uh, men mag je niet gelijk vertellen wat er allemaal gebeurd is. Het komt okay. er eigenlijk telkens op neer dat je op het moment dat je het zelf vraagt, dat je dan um, ja, schort van toe bent ook om het antwoord te krijgen. Oké. Okay. Dat psychologische ja, psychologisch gezien ja, ja, psychologische wie, ja. is dat een beetje de manier hoe ze daarmee omgaan. Ja, want je kan natuurlijk niet iemand in één keer alle details vertellen als hij precies. nog half uh, stoont van de medicijnen. Precies, de precies. Begin maart mocht ik over naar de mediumcare. Ja. Dat betekent dat je dan in principe niet meer uh, levensbedreigend uh, bent. Um, want je lag wel echt in kritiek toestand, ja. toch? Begreep ik? Ja, absoluut. En waar, absoluut. Waar zat hem dat in? Zat hem dat. In, uh, want ik, aan brandwonden denken we natuurlijk aan het uiterlijk vertoon, maar ja. van binnen kan ik me voorstellen dat er ook heel veel schade is geweest. Ja, het lichaam moet gewoon ontzettend veel werk doen om, om al die, uh, om het hele uh, lichaam ook weer. Uh, ja, je moet, men heeft het uitgelegd in het ziekenhuis dat je moet je voorstellen dat je lichaam continu een marathon aan het lopen is om zich te herstellen. Ja. En kijk, de de de. De, de ziekenzorg verbetert zich natuurlijk telkens. Uh, je zou het zo kunnen zien dat als het in 1980 was gebeurd, had ik het niet overleefd. Ja. En, en elke keer uh, dat het wat verder naar nu komt, uh, merk je dat, dat, uh, dat de techniek ook verder is. Dat men uh, meer kans heeft om te overleven. Ik denk zit ook aan de gedachte dat jij dan 16 jaar bent. Ja. Ik vind dat heel, heel bizar. Ja. ja, dat is echt heel. Uh, uh, gek, omdat het ja, net 16, dus ja. het is eigenlijk net ook op de scheidslijn tussen, tussen, tussen kind zijn en, en volwassen worden. Ja. En eh, nou, Eigenlijk een beetje de mooiste periode van je leven misschien wel, hè, tussen je 14 en je 18 of zo. Weet je. Spannend, al nieuw. Ja. En, en in ene dan, dan, dan gebeurt dat. En, en zo zie ik het zelf ook eigenlijk, terugkijkend erop, is het soort van um, voor en na altijd. Er is altijd een voor en na. Het is het soort van, uh, in de modellen en het is voor en na Christus. Dat is, dat is daar eigenlijk ook uh, het geval, ja. dat punt. Ja. En um, ja, je krijgt dus daarmee te maken. Maar je krijgt ook te maken met, 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 met uh, verhalen hoe het met anderen is. Ja, op welk moment hoor je dat? Uh, tegen het eind van mijn intense care periode. Uh, je moet je ook voorstellen, men leefde zo ontzettend mee. Niet alleen met mij, maar eigenlijk met het hele gebeuren. Het was echt een groot iets. Natuurlijk in een dorp als Volendam is het natuurlijk, ja, was, alles uh, ging daarover. Ja, veel mensen kennen elkaar goed. Ja, absoluut. En, um, en al kenden ze elkaar niet goed, dan was het ook gewoon genoeg om in ieder geval kaartjes te, kaartje te sturen of het anders. Of, en, 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 um, ja, dus elke dag kreeg ik iets van 20 kaarten, weet je. Ja, elke dag was het, was het voorlezen, uh, mijn ouders laatste kaarten voor van iedereen. En ja, al kon ik de mensen niet ook goed, weet je, maar gewoon het idee dat er eigen gedacht werd, was gewoon heel fijn. En... Um, wat ik net dus zei, van dat men klaar moet zijn om, uh, om nieuws te ontvangen, is het moment dat ze daarna gaan vragen. Nou, als je nou kaarten krijgt en er ontbreken mensen, ja. dan ga je denken, hé hey, dat is gek. Waarom krijg ik wel een, een kaart van, uh, van een vriend van mijn zijn ouders, maar niet van die vriend zelf? Ligt die dan ook in het ziekenhuis? Of wat is er gebeurd? Nou, en dan krijg je dus te horen inderdaad wie er nog meer allemaal in het ziekenhuis lagen. Um, of erger nog, wie het niet hadden overleefd. Waren dat... Uh... Mensen die jij goed kende, nou van de van de van de, van de ploeg waar ik uh, mee de, de deur uit ging, zeg maar die avond, is er één iemand inderdaad overleden, um, maar ook bijvoorbeeld een klasgenoot waar ik altijd naast zat, uh, die niet in mijn ploeg zat, die was ook overleden, um, dus er zijn over iemand zo die, jong ook, ja, ook allemaal die leeftijd, Vijftien waren die bij, waren, waren zij uh, dus, dus niet alleen heb je uiteindelijk je eigen. Uh, herstelproces, maar je hebt daarna ook nog eens, daarnaast ook nog eens, het mentale gebeuren. En ja. Ik moet wel zeggen dat op het moment dat je zoiets hoort, is het, is het ontzettend heftig, maar je zit wel nog steeds in een soort van eigen bubbel. Uh, eigen bubbel dat je wel denkt van, oké, okay, hier moeten we zelf ook nog eerst uit. En, ja. en dat was wel, uh, hoe gek het ook klinkt, die avond dat die verhalen hoorde, was er voor mij op een of andere gekke manier het idee van, oké, okay, zij uh, zijn er niet meer, maar ik heb nog wel de kans om eruit om er vandaan te komen, zeg maar. Ja. En, en, en dat gevoel kan ik nog heel sterk uh, herinneren. Dat ik, dat ik daar echt wel uh, het idee had dat ik daar iets mee moest doen. Ja, dat je gelijk dat daar, daar motivatie van, krijg, ja. van kreeg. Ja, zeker. Was die revalidatie moeilijk? Ja, dat is ontzettend moeilijk. Kijk, uh, het was een, een militair hospitaal. Dus de mensen die waren daar ook, uh, ja, veel mensen waren daar, hadden daar een militaire achtergrond. En dat te zich ook soms in, de, in, in therapie sessies. De fysiotherapie sessies en de ergotherapie sessies. En dat ging eigenlijk uh, in eerste instantie een hele dag door. Um, dat, uh, dat waren, ik zeg ook altijd, het zijn wel een type... als het pijn doet, dan gingen je nog even verder door. Maar dat was niet uh, om jou dwars te zitten. Maar meer om jou Uitdagen. uit te dagen. En jouw bewegingsvrijheid uh, groter te krijgen. Want ja. je moet je eigen voorstellen dat ik lichamelijk dus niets kon, goed kon bewegen, mijn vingers niet, uh, uh, mijn armen nog niet heel goed. Had je veel pijn? Uh, ja, pijn uh, met name niet als, als ik zo in bed lag, nee. maar bij de verbandwissels dat was pijnlijk. Ja. Want ja, dan je bent eigenlijk één grote open wond. Zo, ja. zo moet je het eigenlijk. Als je je knieën open haalt, maar dan over je hele lichaam. Zo, zo zou je het een beetje kunnen omschrijven. Ja. En, en dus die verbandwissels en dat, dat ging dan gepaard met in bad gaan. En in bad gaan moet je je voorstellen dat je, dat je een grote badkuip hebt, waar, waar je met een soort van brankaar boven wordt getakeld. En dan wordt je nat gemaakt. En dan wordt al alle, alle verband van je afgetrokken. Want je kon ook nog niet lopen? Nee, ik kon helemaal niks. Nee. Ik kon helemaal niks. Ik was een grote baby van, van 16 jaar oud. En uh, nou, ja, dan liggen daar dus op zo'n Je Het verband wordt van je afgetrokken. En in, in eerste instantie je nog, uh, krijg je nog een soort van roesje, op het moment dat je, dat, dat gebeurt. Ja. Maar... Dat moesten ze ook afbouwen. Want als je elke keer daarop terug moet grijpen. Ja. Dan, dan, dan ontwikkel je zelf niet ook genoeg energie. om weer uh, erbovenop te komen. Ja. En je lichaam is ook al zo hard aan het werk. Precies. Ja. Dus, dus, uiteindelijk uh, die ruzies werden minder en dan kreeg we een morfinepilletje, maar dat, dat stond niet uh, gelijk aan, aan, de aan de pijn, pijn. die die nee. doet wat zo'n wandwissel vanwis, doet. Ik Kan me daar natuurlijk geen voorstelling van maken, maar. Nee, maar goed, dat is dat is inderdaad wat het, uh, wat het geval was. Nou, en uiteindelijk, uh, uh, ja, die, die het is gewoon brandwonden hebben. Deze mate is gewoon ontzettend zwaar. Je moet gewoon leren staan. Stapjes leren zetten weer uh, echt uh, alles moet je weer overnieuw aanleren en ja, dan kom je eigenlijk op het punt dat je wel merkt dat je niet alleen bent althans dat werkte ik heel sterk want omdat er heel veel andere bekenden van mij in, in andere ziekenhuizen lagen hoorde ik dan van mijn moeder bijvoorbeeld van nou ja die heeft drie stapjes gezet of vier stapjes gezet en dan gaat natuurlijk dat vuurtje branden ja dan, 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 je, dan, je, hey, dan ga ik vijf stappen ja dan zetten. ga ik vijf stappen zetten weet ja. je en, en dat is uh, Weet je, zo hebben mijn ouders me in ieder geval altijd heel erg gestimuleerd en mijn zusje om dat gewoon te doen. Ja. En, en, en ja, voor de een is het misschien moeilijker om die knop om te zetten. Ik weet ook niet waarom ik het wel had of heb. Uh, maar ik had het gewoon iets iets, oké, okay, nou, dan, dan gaan we er gewoon voor. Ja. ja. Had jij toen jezelf ook al gezien? Nee. 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 Um, dat zijn ook processen in de brandwonderwereld waar, uh, waar, waar, waar echt naartoe gewerkt moet worden. Dus de spiegels hangen nergens in de kamer. Hè. Uh, er wordt alles aan gedaan uh, dat je zelf, in ieder geval, niet uh, jezelf kunt zien voor het eerst. O, niet, althans niet onder begeleiding. Um, dus ja, dat werd eigenlijk wel steeds meer een ding. En pas een week voor mijn ontslag zag ik mezelf voor het eerst. En uh, dat ging dan echt onder begeleiding met de psycholoog. Uh, Waar alleen de psycholoog, en ik, de psycholoog en ik waren dat met z'n tweeën, dus niemand anders was daarbij. Ja. Um, maar ik had, ik had in eerste instantie heel erg... Uh, je, je vraagt er natuurlijk ontzettend naar, van, nou, hoe ziet het eruit, wat is het? En dan zei mijn moeder ook gewoon telkens, nou je moet je eigenlijk wel voorstellen, toen je hier binnenkwam, had je geen gezicht. En, uh, ze, 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 ze waren heel erg ja, open erover, over het verhaal en hoe de situatie was. En op het moment dat ik het uh, dat ik voor het eerst het spiegel kreeg onder begeleiding, toen had ik, hoe gek het ook klinkt, het idee van nou, oké, okay, valt dan best wel mee als ik echt geen gezicht had toen ik hier binnenkwam, dan hebben ze het wel knap gedaan. Ze hebben je op het ergste voorbereid, ja, precies. Ja. En, 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 en terugkijken daarop, vind ik het gek, want zoals ik er nu uitzie, dat is echt uh, dat dan zie ik nu knap uit in, in de zin van hoe ik er toen uitzag. Um, dus, dus ik had er eigenlijk toen ook wel. Dacht ik, oké, okay, dit is het. Nou, hier moet ik het mee doen. Hier gaan we vanaf nu wat beter. En. Uh, is het ook zo, omdat mensen zijn natuurlijk misschien met brandwonden heel erg gefocust op het uiterlijk aspect. Maar jij was op dat moment natuurlijk ook nog volledig aan het revalideren. Ja. Uh, van binnen. Weet je, wat ja, is Ik kan me voorstellen dat qua prioriteiten. dan zeg maar de ijdelheid misschien wat lager zit dan. Klopt. Eerst liggen lopen en nou, uh, dan wat, zien we vandaag. Ja, nou, precies. Maar als je ook luistert. en het is, wat ik net ook zei, het is heel universeel. Als je de eerdere podcast die jij gemaakt hebt. Uh, Vorige een gedeelte heb ik die dan geluisterd. Dan um, kom je eigenlijk heel vaak hetzelfde thema tegen. In het begin is het overleven en, en, en weer opbouwen. En daarna kan er toch wel eens een periode komen dat het, dat het moeilijker wordt. Ja. He? Dat, je, ja. dat, je, dat je echt moet gaan denken, oké, okay, dit is het. En wat Basic. hebben ze dan dat gedaan dat. Uh, qua operaties? Hebben ze dan huidtransplantaties gedaan? Ja, ja op de plaatsen waar uh, die zichzelf niet helen. Dan, ja. uh, dan komen er huidtransplantaties uh, aan bod. En dat zijn uh, ja, plaatsen die niet verbrand zijn op het lichaam. Die worden dan gebruikt om... Uh, daar vel vandaan te halen. Op, die worden dan gebruikt voor plaatsen waar het, waar het inderdaad die zichzelf niet meer konden helen. Ja. Waardoor je eigenlijk als brandhondepatiënt... Als je, als je boven de 50% verbrand bent of meer, dan is eigenlijk je hele lichaam. zie je wel, er, zie je wel plekken. Uh, er zijn weinig egale stukjes meer over. Ja. Op de plaatsen waar huid weggehaald is, daar zie je toch een verkleuring. Dus je ziet overal wel. Uh, ja, dat. Uh, de... Je hebt geen echt gaaf stukje meer over of zoiets. Nee. En merk je dan ook in de maanden daarna dat het steeds meer gaat helen. En dat het steeds beter wordt? Of, of wat voor. Ja, want, ga je dan? want dan gaat het namelijk keuken. Oh. Nee. <laughs> en nee. dat is. Eerder, nog dat is, dat is nee. nog erger dan pijn. Daar zijn helemaal geen pilletjes voor. Nee. nee. <laughs> en dat is. Uh, Ik dat, heb het dat, wel eens gehoord. Ja. ja. Dat duurt een uh, goed jaar. Dat je, dat je, dat je echt. Gek woord van de jeuk. Dat is echt, dus, dus uiteindelijk. Hè, je mag is... natuurlijk niet krabben. Je mag niet krabben. Nee, nee want dan maak je het natuurlijk... Maar een... je gaat wel ja. krabben. Ja. <laughs> Stiekem... En, en uh, in de brandwondenwereld is het zo dat je... Uh, althans, in ieder geval bij mij in het ziekenhuis... en wat ik ook heel vaak zag, was dat mensen drukpakken dragen. Dus wat gebeurt er dan? Dan krijg je uh, een pak aangemeten die heel strak om je huid zit... op de plaats waar het verbrand is... En op een gezicht zelfs een, een gezichtsmasker. En dat is een siliconenlaag die, uh, die op maat gemaakt is naar je gezicht. En daar zit een harde plastic rand omheen die je vastbindt aan je gezicht. Dus je bent eigenlijk... Uh, het eerste jaar uh, zat ik veelal met een masker op. Uh, een doorzichtige masker en een drukpak onder mijn kleding. Ja, zodat het niet ging jeuken en je er niet aan ging zitten. Nou, dat was niet het doel. Het doel is om de littekens dan zo min mogelijk uh, ze, uh, ja, zo meer, zo, zo veel mogelijk in toom te houden, zodat ja. het, het eindresultaat zo mooi mogelijk zou zijn. Ja. Ik heb me zelf wel redelijk aangehouden. Uiteindelijk uh, wordt het wel iets minder, dus dan droeg ik bijvoorbeeld alleen dat masker droeg ik dan s'nachts. Ja. Um, maar ja, dat, dan is dat dat broeit ontzettend, dat soort dingen. Dus ja, dan krijg je natuurlijk ook weer jeuk, weet je. Maar ja. het, 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 het heeft wel geloond uiteindelijk. Had je op dat moment, want, want toen de tijd waren er natuurlijk zenuwen verbrand. Ja. Had je op dat moment ook, ook de pijn? Of, of hoe, hoe werkt dat met zenuwen? Waar komt dat dan terug? Nee, het enige wat ik me kan herinneren van pijn is eigenlijk alleen met de verbandwisselingen. Ja, ja. oké. Okay. Nou, gelukkig. En dat is, dat is echt ja. iets dat, dat vraagt heel veel mensen van: heb je nu nog pijn? Of heb je nou, ik heb helemaal geen nee. pijn meer. Het enige wat ik, wat ik wat ik pijn van heb gehad is van die verwantwisseling. En misschien net na operaties. Als je iets trekt of wat dan ook. Ja, en natuurlijk het revalideren. Het revalideren, en je ja, het revalideren dat doet pijn. Kijk, ja. dat, dat, de, 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 als, je, als je merkt dat je, de, dat je pezen gerekt worden op punt, tot punten waar je, waar je tot dus waar niet kon. Maar ja, er wordt wel steeds gezegd van joh, dat moet je gewoon. Blijven doen. Ja, en dat ja. duurde gewoon, duurt gewoon zeker een jaar. Ik, uh, ik kwam thuis en toen uh, heb ik echt letterlijk zeven dagen per week fysiotherapie gehad in de eerste periode. En twee keer een uur per dag. Ja. En uh, ja, dat, dan, dat is gewoon heel zwaar. Intensief. Ja. En natuurlijk ook als 16 en misschien een, inmiddels 17-jarig jongetje, weet je wel. Ik bedoel, hoe is het, ja. die puberteit? Ja, dat is. Uh, soms zeggen mensen wel eens van, Joh, je bent in één klap volwassen geworden. Al ja. denk ik wel van... Um, in mijn geval denk ik wel dat... Het, dat ja, voor een gedeelte is het natuurlijk wel waar, maar voor een ander gedeelte wil je natuurlijk altijd gewoon wel weer die dingen inhalen die je ook uh, ja. Ja, ervoor wilde doen. Hoe keek je tegen de toekomst aan? Was je, was je er bang voor? Of hoe? Ja, enerzijds wel. Want alles wordt omgegooid. Ja, alles, alles waar je van tevoren denkt dat je gaat doen, uh, ja, dat, 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 dat valt weg. Dus um, ik had wel het gevoel dat er, dat er heel veel uh, mogelijkheden waren. Dat, dat, dat men heel erg gestimuleerd werd om, om alles weer op te pakken. Um, maar het was wel zoeken. Ja. En jezelf opnieuw uitvinden, denk dat ik. Dat zeker, dat ja. zeker. Ja, absoluut. Sta je er ook op dit moment nog vaak stil bij? Nee. Ja, nu wel, omdat het natuurlijk twintig jaar terug is. En ja. dat we nu in, met name in, in Volendam heel veel verhalen vrijkomen... Wat ik heel erg mooi vind, heel veel verhalen vrijkomen van mensen die er uh, nu pas eigenlijk echt over zijn gaan praten. Ja. En dat is ook een beetje het. Uh, ja, daar zijn we zelf ook uh, heel erg trots op dat het gebeurt. Dat we een beetje een dialoog op gang hebben gebracht. Er waren 330 mensen daar aanwezig die avond. En daar in de omgeving nog veel meer die allemaal iets mee hebben gekregen van die avond. En iedereen heeft een verhaal. Ja. Er zijn honderden verhalen eigenlijk. die allemaal het waard zijn om gehoord te worden. Ja, zeker. En en je moet je voorstellen, als jij. Uh, al, al ben je maar, uh, al liep je daar maar langs. En toen het gebeurd was, wat je dan allemaal wel niet gezien moet hebben. Ben je nog wel eens teruggegaan naar deze plek? Vorige maand voor het eerst. Voor het allereerst. Ja, half, half december. Dus ja. bijna twintig jaar daarna. En dat is niet, niet bewust niet, niet bewust dat ik dat altijd voor me uit heb geschoven. De mogelijkheid was er altijd wel. Um, maar je woont nog steeds in Vonendaam. Ja. Dus je komt er wel vaak voorbij ja sterker nog ik woon op de dijk dat meen ja. ja ja klopt en ik fiets er ik fiets er ja, voorlopig bijna elke dag wel voorbij um, maar dat doet me niet weet je dat dat nooit eerder de behoefte gehad om naar binnen te gaan nee maar ook uh, niet dat ik het uit de weg wilde gaan uh, maar het is ook weer zoiets van ja dan had ik oké okay, dan moeten we dan toch nog eens naartoe. Ja. Maar weet je, wanneer is nou het juiste moment om dat te gaan doen? En, en, en weet je. Want ze hebben het wel intact gehouden ter, ja. ter herinnering. Ze hebben het intact gehouden. Um, en, en, en sterker nog, het is uh, een aantal jaren terug echt geconserveerd, zodat het niet aftakelt. Want, want het staat eigenlijk al twintig jaar leeg. Ja. Dus zolang daar geen onderhoud aan gebeurt, uh, ja, uiteindelijk zou het alleen maar verstechteren. Ja. Dus het werd geconserveerd. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een onzichtbare laag overal overheen is gegaan. Waardoor je nog wel uh, de vegen en, en alles eigenlijk, alles ziet eruit zoals het is, maar het blijft gewoon, tot in de, nou ja, je zou haast zeggen, tot in de lengte de jaren blijft het gewoon goed en netjes. En, en, uh, ja. Ja, en, en kunnen we er een, een zinvolle invulling aan gaan geven uiteindelijk. Hoe was het moment toen je daar stond? Nou, ik ben daar anderhalf uur uh, ben ik daarin geweest. En uh, in eerste instantie had ik daar geen apart gevoel bij. Nee. En, en, en naarmate ik er langer stond, begon ik wel te beseffen van, joh, dit is echt, echt wel, wel bizar wat er hier gebeurd is. En, 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 en eigenlijk uh, zouden we er nog wel een, een mooie invulling aan moeten kunnen geven, eigenlijk. Weet je. Met name dat laatste uh, is iets wat me heel erg, uh, uh, heel, erg sterk, heel erg sterk gevoel op me bekroopt op dat moment. En wat voor invulling bedoel je daarmee? Nou, kijk, het, het zal nooit een... Uh, toeristisch iets worden. Hè? Het zal nooit iets worden. Maar, maar we kunnen er wel uh, op het gebied van educatie misschien een keertje iets gaan doen. Uh, wellicht daar een keer een, iets van een lezing houden, zoiets. Uh, of het nu over brandveiligheid is, of, over, of het over middelbare scholieren is die in die leeftijd zitten waar wij toen in zaten. Weet je. Uh, ja, ik weet het niet hoor, ik zit ook maar even hard op na te denken ja. en, 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 um, en, en, en ik weet dat het heel erg gevoelig ligt bij heel veel mensen, want ja het is natuurlijk toch een plek waar heel veel gebeurd is. Ja. Maar, uh, maar ik merk wel dat, dat, dat de neuzen uh, over het algemeen nu wel allemaal een beetje dezelfde kant op beginnen te staan. Ja. En, en, Fijn, en, ja. maar het ligt natuurlijk ook gevoelig, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ja. Um, ligt het bij jou gevoelig als mensen erover beginnen? Nou nee, omdat ik er zelf ook wel heel bewust eigenlijk het nooit uit de weg ben gegaan. Ja, Tijdens het revalidatieproces vertelt jouw fysio jou over de Mont Blanc ja. beklimmen. Wat ja. is jouw eerste reactie? <laughs> um, yeah, zoals ik net beschreef, je ligt daar in instantie als een, als een, als een grote baby verkleed als een mummie. Ja. En, en, en later dan, dan wordt het verband wel, wel wat minder, maar, maar je stelt echt nog helemaal niks voor. En um, een van de fysiotherapeuten, die, die had ik al een week of twee gemist eigenlijk. En, en uiteindelijk stond hij weer naast bed... En ik zeg je, waar was je? Ja. Weet je, uh, nou, hij zegt nou, ik ben uh, op de Mont geweest en uh, weet je uh, hoe, wat? Ik zeg ja, goed, uh, klimmen dus. Ja, ik ben met een, uh, een brandende patiënt uh, uh, de berg op geweest, de hoogste berg van Europa, zegt. En uh, dan ga ik ook met jou doen. Was geen vraag, nee, het was gewoon een mededeling. <laughs> was gewoon een mededeling. Ja. En, en, en je moet je eigenlijk voorstellen dat dat. Dat je lot zo erg uh, bij die mensen in hun handen lag, eigenlijk al die tijd. Dat je, dat je zo verschrikkelijk veel vertrouwen in die mensen hebt. Ja. Dat ik eigenlijk gewoon ja zei. Terwijl ik helemaal totaal geen idee had dat het allemaal inhield. Toen je op dat moment nog niet kon lopen ook? Nee, nee. nee. Ja, of althans niet meer dan een paar stappen. Nee. En uh, nou, ik was niet de enige tegen wie dat zei. Die andere volgende, dan jongen die daar ook lag. Daar werd het ook tegen verteld. Um, en ja, toen ik daar een beetje meer over na ben gaan denken. Uh, tijdens het revalidatieproces dacht ik, wow, dat is echt gewoon een soort van uitroeptekenen aan het eind van dat proces als ik daarop zou kunnen komen te staan. Ja. Uh, en, en, en zo heb ik het uiteindelijk ook uh, beschouwd. In eerste instantie totaal niet weten waar ik ja tegen zei. Nee. En dat was echt wel heftig, met, met, met stijgijzers en laddertjes. En echt, dat, je, dat je denkt van, God, trainen. Dit, dit, ja. dit is pittig ja, trainen. Ja. Ja, in Nederland kun je dan geen stage doen, maar. Nee. maar, maar, maar dus, dus en we zijn toen in 2002 zijn we eerst in het gebied uh, een beetje verkend. Ja. En in 2004 hebben we de echte tocht... Uh, met de groep. Met de groep. Ja. En dat wil zeggen, uh, samen met mij nog een... Uh, dus die andere volendammer, Tom, die bij mij in het ziekenhuis lag. En, uh, en ja, nog een, nog een groep aan begeleiders. Waaronder ook veel mensen, of althans drie mensen vanuit het ziekenhuis. Ja. Twee van mijn chirurgen. En, uh, en die fysiotherapeut waar ik het eerder over had. En voelde dat ook als een soort van eindpunt van... Ik, ik kan het tegenaan? of een of een doel waarvoor je kon trainen ja nou ja goed omdat ik, dat, met name toen ik uh, toen ik toen ik uh, de tocht de, de top had of althans bijna had bereikt moet ik zeggen want dat allerlaatste laatste stukje konden we niet doen vanwege de weersomstandigheden uh, daar oké okay. maar je had in ieder geval de top voor maar, je, de top ja, ik was echt ik was echt ja. praktisch op de top uh, ik zeg ook wel. steeds van ja ik weet van mezelf dat ik dat laatste stukje ook wel zou hebben gehaald maar goed uh, ja. dus dus dan loop je uiteindelijk naar beneden en, en, en pas als je dan ...onderaan weer naar boven kijkt... ...toen pas kwam het besef van... ...oké, dat is dus echt gedaan, weet je? Ja. En, 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 en dan... ...toen voelde dat echt wel voor mezelf... Al ...een beetje als, als, uh, als... ...wat ik al eerder zei, die uitroepteken... ...achter, het, uh, achter ja. het revalidatieproces. En... Um, Waar hadden je de motivatie vandaan? Omdat ik heel sterk het gevoel had... ...dat er zo verschrikkelijk veel is om voor te leven... Want dat is nog steeds zo. En ik heb heel sterk het idee uh, vanaf het begin ervan gehad van oké, okay, nou, dat kan niet meer. Dus dan kunnen we dat wel. Um, ik had bijvoorbeeld uh, een jaar gitaarlezen met een paar vrienden van tevoren. En ik wist eigenlijk op het moment dat ik daar lag, dat, ik, dat dat niet meer lukte. Toeval wilde dat ik voor mijn verjaardag een basgitaar kreeg, omdat ik zelf wilde gaan bassen. Nou, een basgitaar heeft minder snaren dan een gewone gitaar, dus dat ging nog wel ben ik mezelf daarop gelijk gaan focussen. Althans, dat wilde ik daar gaan leren. Maar een andere uh, vriend, de vriend van mij, die, waar ik mee op gitaar zat... Kijk, ik mis vingers aan mijn rechterhand... waardoor ik aan mijn linkerhand, omdat ik rechts ben... akkoorden kan pakken op een gitaar... en aan de rechterkant kan ik, gewoon, uh, kan ik gewoon nog aanslaan. Maar mijn vriend die mist die vingers aan zijn hand... waar hij zijn akkoorden mee zou moeten pakken... dus die kan geen gitaar meer spelen. Ja. Die is gaan drummen. Oh leuk, ja. Dat soort dingen... Uh, Gewoon kijken naar wat, kijken wel, naar wat kan. wel kan. Ja, en, en, en dat, zijn, dat zijn heel simpele oplossingen. En van tevoren dacht ik: nou, oké, okay, dat kan niet meer. Maar later dan bleek dat dat even goed weer kon, omdat ik gaandeweg met andere dingen bezig was. Waardoor ik toch weer merkte: nou ja, goed, dat kan dan ook weer. Ja. Waardoor ik tot op de dag van nu eigenlijk zeg: van ja, Ik zou niet 1, 2, 3 iets kunnen bedenken in het dagelijks leven wat ik niet zou kunnen. En als ik iets niet kan. Dan is het niet vanwege het feit dat ik verbrand ben, minder grip heb of een paar vingers mis. Maar dan is het omdat ik gewoon niet genoeg tijd erin steek. Zo simpel is het. Het is niet mijn eigen schuld. Nee. Wat, een, wat mooi en, en wat positief ook. En uh, waar komt, komt die wilskracht en die, die positiviteit vandaan? Weet je dat? Want ik kan me voorstellen dat het ja, anderen misschien wel moeilijker vinden. Dat, dat klopt. Dat, dat is ook, Kijk, Ieder mens is anders. Ja. Dus uh, de een staat anders in het leven dan de ander. Ik, ik ja, ik ben altijd wel een redelijk positief persoon geweest, maar ik denk wel dat uh, weet je, ik heb een ik heb een prachtige familie, heel open, altijd overal over kunnen praten. Ik heb een fantastische vriendenploeg en dan heb zo ik leuk de... dat ploeg trouwens, want ik ik ken van vroeger ook iemand uit Von der die noemde het ook altijd. Uit de... Een ploeg, ja, nee. Ja, ik de ja, denk je dat het ook meer een, een dorps iets is. <laughs> ja, en zo daar leuk. Heb je, ja, precies. Ik moet gewoon ge... steeds lachen als ja. je dat zegt. Ja, ja. Nee, dat is echt. Uh, in die periode, dus heel sterk het gevoel gehad van. joh, er zijn zoveel leuke dingen ja. dat we allemaal kunnen gaan doen. Ja. En um, dus, dus dat merk ik heel erg. Ik vond het, ik, ik zou dat niet willen missen, weet je. En, en dat is. dat, dat gevoel had ik gewoon heel erg sterk. Ja. En, en eigenlijk tot op de dag van vandaag. En, en nu is het misschien soms wel lastiger om dat te voelen... gezien de periode waar nu iedereen in zit. Ja. Waardoor ik weer extra het idee heb van... joh, als straks weer alles mag... jeetje, wat lekker weer, weet je wel. Dan kunnen we weer he, gezellig met z'n allen. En... Maar ook in deze periode vind ik juist heel relevant... omdat ik dan denk van, wat jij eigenlijk zegt... is steeds meer kijken naar wat wel kan. Ja. En dat is nu, denk ik, belangrijker dan ooit... waarin mensen zich heel beperkt voelen. Ja, precies. Uh, maar eigenlijk ook nog ontzettend veel mogelijkheden. Hebben. Ja, precies, zeker. Heb je het gevoel dat, uh, of is het soms vervelend als mensen je, je naastagen of aankijken? Dat gevoel, um, dat is ook een situatie zoals in Volendam, um, waarin, met name in de eerste periode, iedereen weet en wist ervan, um, en ik was niet de enige. Nee. Dus, dus in volkomen, werd het al heel snel als goed van goed. Werd het al heel snel een, heel snel, uh, een vertrouwd gezicht. Um, en als iemand jou zag, ja, dan wisten ze van. Oké, okay, nou, daar, dat dat mee gebeurt. Ja. Yeah. En <tossimus> je moet niet. Um, ik heb zelf altijd voor mezelf uh, wel de gedachte gehouden van: ik moet die, die, niet hypocriet gaan lopen doen. Als ik iemand zie die er anders uitziet als een ander, dan heb ik ook de neiging om ernaar te kijken. Dat wist ik op dat moment zelf ook wel. Dus ik wist dat de situatie zo was. En uiteindelijk is het zo dat, dat, dat mensen om mij heen heel erg beschermend richting mij waren. Maar, terwijl ik het eigenlijk, eigenlijk al bijna niet meer zag als een ander naar mij keek. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld wel eens uh, uiteindelijk uh, dan ga je weer echt, echt helemaal lekker in je gang en je gaat overal naartoe en op vakantie. En als ik dan, weet je, als, als, als ik in volgende aan de bus pak... sta, je met 20 minuten sta je op Centraal Amsterdam. Ja. Ja, nou, dan, dan kom je die situatie alweer tegen. Het schijnt, want ik weet dat ik zie het, ik zie het nee, zelf niet, weet je. Nee. En dan staat er iemand naast me dat je hier tegen kan, en dit dat. En dan worden ze in de beginperiode werden mensen pissig naast mij, op andere ja. mensen. Weet je Omdat ze zich wellicht bezorgd waren ja. voor jouw gevoel of ja, ja, je werd gekwetst. En, 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 en wat ik echt zoiets had, joh, laag gaan, weet je, het, het, het boeit me echt helemaal niets. Weet nee. je? En het grappige is, uh, uiteindelijk ga je, ging ik een beetje het idee ontwikkelen van uh, het is hun probleem, niet mijn. Ja. Kijk, ik kijk gewoon recht vooruit. Dus ik zie mezelf niet als, als ik aan het wandelen ben. En nu ik mezelf wel zie, in de spiegel of wat dan ook, is het voor mij zo'n normaal iets dat ik daar totaal niet mee bezig ben. Nee. Dat meen ik echt. Nee, maar dat vind ik ook heel mooi. En jij bent gewoon lekker nuchter daarin. Uh, uh, spreek je mensen die daar misschien wel moeite mee hebben? Die... Ja, is dat misschien voor vrouwen die, die anders. Ja, kijk, of... als je nu. Uh, en je hebt, je hebt heel. Uh, je hebt, in de periode van, van vorige maand zeg maar rondom de ja rondom de nieuw heb je uh, ook een heel mooie documentaire gehad uh, van Jong ja. over uh, over een vriendinnenploeg uh, die daar heel erg mooi over konden vertellen kijk dat is in mijn ogen denk ik wel zo voor vrouwen is uiterlijk nog belangrijker als voor voor mannen en ja je moet jezelf voorstellen kijk waar we 16 maar er zaten ook gewoon meiden van 14 of zelfs 13 daar hè ik, dus, echt, als het als ja. dat 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 hoor dan, 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 dan... Ja, dan draait mijn maag gewoon om. Ik ja. vind het zo verschrikkelijk voor elke leeftijd hoor, trouwens, maar van 14 jaar al ja, het is echt niet voor te stellen. Nee. Als je nu, iemand, iemand van 14 ziet dat, dat dat nu sta ik daar verder van af. Ja, en als ik dan mijn neef, die, dus de kinderen van mijn zussen, die zijn uh, ja, inmiddels zijn ze 18, 17, 16 en 15. Mm -hmm. Maar dus, dus eigenlijk in die periode hè, waar ik toen in zat, als ik dan daarnaar kijk, dan denk ik: mijn god jezus. en dan. Of twee, drie jaar terug, dat ik ja. dan naar mijn neefje keek, de jongste, en dat ik denk van 13, 14, ja, de, zo, ja, die zo die... oud waren ook gewoon mensen die daar zaten, weet ja, je? Ja, ja. Dat is niet voorstellen. Ja, maar 16 ook, het is natuurlijk ontzettend ja, jong. Ja. Het is gewoon ontzettend jong. En wij dachten eigenlijk dat we allemaal al heel wat wat waren, hè, Ja, op die ja, leeftijd. Ja, dat ziens, wij, ja. Wij keken daar totaal niet meer naar om. Nee. Hoe? Um, welke boodschap zou je willen meegeven aan, uh, aan de luisteraars? Um, ja, het is. Eigenlijk alles wat, ik, uh, wat, wat je ook overkomt, uiteindelijk heb je altijd zelf gewoon de keuze uh, om er iets van te maken. En voor mij is het heel erg zwart-wit. Je, je kunt er eigenlijk gewoon maar twee kanten op in het leven. En, en je kunt er wel iets van maken of niet iets van maken. En uh, het is natuurlijk ook niet zo dat ik elke dag uh, he, vol sunshine uh, zeg van: joh, we gaan elke dag alles uithalen. Wat we nee, zit. Nee, ja. Want ik heb in de afgelopen jaren uh, ben ik komen en dan zeg je ja, daar in het één en dan, uh, uh, dan dan daarna skydiven en bungee ja. en duiken en weet ik het allemaal wat en allemaal al een keer gedaan en terwijl ik helemaal geen bergbeklimmer ben of zoiets hoor en ik ben helemaal geen iemand die maar ik wil het allemaal wel een keertje gedaan hebben. Ja. Weet je wel zo. Een ontzettende levenslust. Ja, ja dat wel. En, en de laatste jaren is dan wat rustige rustiger waren. dus een gezin stichten. Ja. Ook heel mooi en bijzonder. Ook heel mooi. Ja, ja nog al mooiste, ja. Maar, uh, het allermooist natuurlijk. Maar het het is Weet je, laat het je niet weer houden. En, en, en wat ik heel erg gewoon sterk gemerkt heb, is dat, dat als je iets samen oppakt met elkaar, dat is, weet je, je kunt het, je kunt het in teamverband, uh, kun je, als, je, als je een lezing geeft voor, voor een sportploeg, dan is dit eigenlijk het verhaal wat je natuurlijk altijd kunt gaan vertellen. Of bij een bedrijf of wat dan ook. Het gaat altijd om, om, om het samen op te pakken. En, en ik ben daar zelf het levende bewijs van. Kijk, je kunt zelf natuurlijk uh, een Positieve inslag heb natuurlijk wel, maar aan de andere kant denk ik van joh, als het mijn in mijn eentje was overkomen, hoe wat ik er dan voor gestaan? Ja. ja, ik weet niet of ik dan ook zo overdag gepraat. Dat weet nee, ik, het niet. enorme samenhorigheid gewoon. Ja. Ja. ja, maar ondanks dat dat niet niks is dat er gebeurd is, heb jij gewoon het, het opgepakt en heb je eigenlijk elke kans aangegrepen van van in coma tot nou ja kritieke toestand ja. bijna dood ja. tot gewoon blanc, kilometerjaren op beklimmen gezin starten ja. uh, keihard werken alle kansen aangrijpen en ik vind dat wel heel inspirerend en heel mooi ja het is gewoon weet je is heel simpel gezegd maar het leven is gewoon te mooi om te laten liggen ja dat is het eigenlijk Dankjewel. Graag heel mooi om mee af te sluiten <laughs> Dit was hem dan de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond en vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!